Helemaal. Vandaag heb ik voor jullie een unboxing van de Duty Box. Als jullie mijn blog volgen, weten jullie dat ik deze maand vol spanning heb afgewacht op mijn eerste Duty Box. Ik heb namelijk een abonnementje genomen hierop voor 3 maanden, omdat ik eens wilde proberen of het leuk was of niet. Ik weet dat in Nederland er al een aantal zijn, maar dit zou de eerste Belgische abonnementservice zijn van zo'n doosje. Duty staat voor Discover Beauty. Dat staat er ook van bovenop. En ze hebben een heel mooi logo met een vogeltje dat een handspiegeltje vasthoudt. Het is verder een mooi klassiek doosje. Gewoon zwart met het logo erop. En dan gaan we eens kijken wat dat erin zit. Ik heb gisteren stiekem al gekeken. Want ik had hem eigenlijk eergisteren moeten krijgen. Dan kon ik hem gisteren dan gaan afhalen bij de post. Maar aangezien ik vanmorgen... vrij zwaar examen had, heb ik nog niet de kans gehad van te filmen. Dus vandaar heb ik er gewoon stiekem in gekeken. Ik heb hem proberen zo goed mogelijk terug in te pakken zoals ik hem gevonden heb. En dan kan ik hem vandaag aan jullie laten zien. En beloofd, de volgende maanden wordt het meteen voor de camera openen. Dus het eerste wat je ziet als je deksel opent, is een heel mooi het logo op een witte achtergrond in zwart. Vind ik echt super leuk, want die doosjes ga ik echt zeker gebruiken voor... verdere dingen in op te ruimen. Dus het ziet er zo uit. Altijd met een strikje had ik al heel veel gezien van die doosjes. En dan het kaartje met de uitleg van de productjes. Het zijn 5 productjes? Ja, 5 productjes. Ik denk dat je elke maand 5 productjes krijgt. En dan hier Your Extra. En dan zijn er de dingen bij. Dus die extra... kunt krijgen. Dus als eerste wat hier ook op staat is een kaartje van Dermatologica. Kan je je huid gaan laten, helemaal laten nakijken. Face mapping noemen zij het. En dan kan je dus een afspraak maken, gratis. Kan iedereen trouwens doen. Maar met deze bon krijg je een aantal gratis samples mee. Dus dat is wel heel leuk. En kan gewoon via een Facebook site of eventjes kijken. Vind nu een Dermatologica Skincare Center bij jou in de buurt via dermatologica.be en maak een afspraak voor een gratis face mapping. Op vertoon van deze voucher ontvang je na afloop bovendien een aantal samples afgestemd op jouw huidconditie. Dus ben ik heel blij mee. Dat ga ik zeker doen. En kan ik ook wel over schrijven en jullie meenemen ofzo. Dan zie je dus een zwart papiertje met een mooi strikje en een stickertje van Duty. Gaat open, het papiertje gaat open en dan wat ik als eerste zag was eigenlijk dit en dat is eigenlijk, het staat ook bij Your Extra, een Valentijnskaartje en een hartjessticker. Ik zal hem eens opplakken zodat jullie het kunnen zien. Dus zo'n stickertje is het. Super leuk, met een envelopje en dan een Valentijnskaartje. Discover your feelings for... Discover my feelings for you. En dan met het logootje en dan van achter het logo opnieuw. Maar dan met een draadje en tekst waar je dus... lijntjes waar je tekst kan schrijven. En dan kan je het zo in het envelopje aan je crush of je vriendje geven. En dan heb je meteen een superleuk kaartje. Dan, zoals ik al in andere unboxing had gezien, zit deze vaak bij de Duty. Dat is een zakje met... Wat is het? Because... Blablabla. En dan kan je dus bijvoorbeeld, als je een productje niet zo leuk vindt, erin steken en aan iemand geven dat je een leuke verpakking hebt. En dat stond namelijk ook bij Your Extra. Dus bij Your Extra stond Dermatologica, skincare analyse, het zakje en de Valentijnskaart, aangezien het... bijna Valentijn is. Oké, dan de productjes. Ik zal jullie al snel een overzichtje geven. Zo. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Ja. Zo. Ik begin met het kleinste. En dat is een parfumetje van Narciso Rodriguez for Her. En dat is eigenlijk een luxe sample met 4 millimeter... Millimeter. Zeg, ik heb echt een spraakprobleem vandaag. Met 4 milliliter erin. En die ziet er zo uit. En hij ruikt, ik heb er aan gesnuffeld en hij ruikt echt super lekker. Dus ik zal even kijken wat de full size hiervan kost. De full size is 50 ml voor 73 euro. Dus, en hij ruikt echt heel lekker. Dus, en ik vind zo'n samples eigenlijk veel leuker dan van die kleintjes dat je krijgt vaak bij de parfumerie.
Dus daar ben ik wel heel blij mee. Wat ik ook al had gelezen op de site is dat ze elke maand proberen er iets in te stoppen voor je haar, je huid, je nagels en je lichaam. Dus je huid, je gezicht. En dat is deze maand wel gelukt, denk ik. Dus we hebben nu al parfum, dus een beetje voor het lichaam. Als tweede vind ik hier een haarmasker van L'Oréal. Vitamino Color. Dus dat is een haarmaskertje voor gekleurd haar. Ruikt echt super lekker. En hij is roze. Yay. Ja, daar heb ik 75 ml van gekregen. En dat is de... Even kijken. Niet de full size. Maar bijna de helft van de full size. Dus de full size is 200 ml. En dan kost die €18,70. Dus ik denk dat ik hier zeker 2 à 3 keer ga uithalen. Aangezien ik een maskertje altijd maar aanbreng aan de punten van mijn haren. Dus ik ga er zeker 2 à 3 keer kunnen uithalen. En dat is echt super leuk. Ik ga ook alles proberen te testen voor de site. Voor mijn blogje. Dus vandaar. Als volgende. Elnett haarspray. Ik hoop dat jullie het zien. Het is een nieuwe micro licht reflecterende haarspray. Ultra sterk. Gemakkelijk met borstel te verwijderen. Dus deze. En dat was wel een full size. Want je kan deze maatjes kopen. En van die mega bussen zo. En nieuw. Dus vol kost deze €3,49. Dus dat vind ik wel heel leuk. Oké, als volgende zie ik hier een Daily Microfoliant van Dermatologica. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Dat is een scrubje. En wat mij meteen al opviel toen ik hem opmaakte, want ik heb overal die zaken gesnuffeld en is goed bekeken, is dat het eigenlijk een... Zie je, het al een beetje? Eigenlijk, je kan het hier al wat zien. Het is eigenlijk een... Zie je? Een soort... Een poedertje. Ik zal het een klein beetje uithalen, dat jullie dat een beetje kunnen zien. Zo, een poedertje. En ik vond het al een poeder. Allee, dat is toch geen scrub. Maar zelfs al als dat droog is en je gaat er met je vingers over, voel je wel dat er kleine stukjes in zitten. En wat ik nu gelezen op het kaartje is dat als je hem vermengt met water, dan verandert het in een zachte scrub voor je gezicht. En bovendien bevat het geen chemische kleur- of geurstoffen. Dus superleuk. En dit is geen full size. Deze is 13 gram. De full size is 75 gram. En voor 75 gram betaal je €65,25. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Dan als laatste iets voor het gezicht. Voor het lichaam. Van L'Occitane of L'Occitane. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Een douche olie. En dat is echt iets dat ik nog nooit heb gebruikt eigenlijk. Ik heb al haarolie of weet ik veel wat voor olie. Maar doucheolie eigenlijk nog nooit. Eens ruiken. Het ruikt echt super lekker. Naar amand doucheolie. En dit was wel een full size, had ik gezien. Deze was, kost in de winkel €6. Dus super leuk. Ik ga ze allemaal testen. Ik denk dat vooral deze twee en het haarmaskertje op mijn blog gaan voorbij komen. Als jullie dan nog het parfumetje of de haarlak willen zien, laat het me dan vooral weten. Want dan weet ik wat mij te doen staat. Ik ga ze vooral allemaal testen. En ik verwacht nu de komende 2 maanden nog 2 doosjes. Want ik heb een abonnementje voor 3 maanden genomen. En dat heeft me €45 gekost. Dus tot nu toe ben ik er echt al super enthousiast over. En wat ik nu zie, wil ik ook wel eventjes laten zien. De binnenkant van het doosje. Dus alles ligt in zo, zeg maar, van dat groevel. En de binnenkant van het doosje is helemaal met het logo bedrukt. Dus dat is wel echt super leuk. Dus zoals ik zei, ik verwacht dus nog 2 doosjes. En daarna weet ik niet of ik mijn abonnementje ga verlengen. Of misschien eens op iets anders een abonnementje ga nemen. Dus als jullie leuke tips hebben met zo'n soort, of ervaringen, leuke tips met zo'n soort abonnementjes, dan hoor ik het graag. Die ook naar België versturen, want dat is vaak niet het geval. Dus ik ben tot nu toe al super enthousiast. Het enige wat ik een beetje vreemd vond, is dat de doosjes tussen de 18e en de 26e worden verstuurd. Maar, en dan noemen ze het dus de doos van januari. Terwijl je het eigenlijk pas op het einde van januari krijgt. Ik zou het logischer vinden als het gewoon aan het begin van de maand sturen, dat je er heel de maand profijt van hebt. En dan op het einde
van de volgende maand, op het begin van de volgende maand, terug eentje. En dan is het dus echt de doos van januari. Maar ik bedoel, dus misschien ligt gewoon aan mij dan. Maar ik ben dus echt super enthousiast. Voor 15 euro vind ik dit echt een leuke vervanger van een tijdschrift of zo. Ik zou dit veel leuker vinden als bijvoorbeeld de flyer of zo. Dus superleuk. Ik heb weer wat materiaal voor te testen om op mijn blogje te zetten. Als jullie nog requests hebben voor filmpjes of het een of het ander, dan hoor ik het graag en laat het achter bij de reacties. En dan zie ik jullie in het volgende filmpje. Bye!